Onze visie. Een nieuwe samenleving voor iedereen. Ons beleid dient op de eerste plaats de aarde en haar bewoners. Mens, aarde en dier staan centraal in onze keuzes. Dit betekent dat de economie en de technologie ondersteunend is aan mens, aarde en dier. Alle mensen zijn voorzien in een basisbehoefte vanaf een geboorte tot een dood. Dit betekent dat ze onvoorwaardelijk toegang hebben tot een woning, eten en drinken, schone lucht, een stabiel klimaat en natuurlijk persoonlijke zorg en persoonlijk onderwijs. Nieuw onderwijs voor een nieuwe generatie kinderen. Kinderen kiezen voortaan zelf wat en wanneer ze dat willen leren. Vakken zoals zelfheling, voedsel verbouwen, natuur, techniek en technologie vormen de basis. Thuisonderwijs is mogelijk of gedeeltelijk onderwijs. En persoonlijke zorg op school is van nature aanwezig. Nieuwe zorg voor gezonde mensen. De zogeheten alternatieve zorg wordt de primaire zorg, aangevuld met de reguliere zorg indien nodig. Zorg wordt ook in het onderwijs en het bedrijfsleven verzorgd. En zelfheling wordt de nieuwe standaard. Economie. We willen toe naar een samenleving zonder geld, waarbij mensen alles kunnen krijgen en geven wat zij nodig hebben. Op de korte termijn is er een overgangsfase nodig. Dit kan bijvoorbeeld het basisinkomen zijn. Maar iedereen krijgt toegang tot de basisbehoeften die hij of zij nodig heeft. Met deze visie willen wij dat mens en dier gelukkig kunnen samenleven op een welvarende aarde. Partij De Nieuwe Mens. Voor een fijn leven, voor nu en in de toekomst.